Vester noemde het al, Stephen Hawking zei, artificial intelligence is wellicht wel our last invention. En kan een oplossing bieden eigenlijk voor alle problemen. En ook nog heel veel problemen die wij ons nu nog helemaal niet kunnen voorstellen. Als we naar de lange termijn kijken, zal artificial intelligence leiden tot, er is één scenario dat het zal leiden tot onze onsterfelijkheid. Dat is het positieve scenario. Daarnaast zijn er heel veel mensen die denken dat het juist het uitsterven van de mens zal betekenen. Of in ieder geval het einde van de mens als superieur wezen op onze aardbol. Nou, toch lijkt me een belangrijk gespreksonderwerp. Even een stapje terug. Officieel ben ik import in Brabant. Ik ben namelijk geboren in Dordrecht en pas op mijn vijfde naar Brabant verhuisd. Ik beschouw mezelf wel een echte Brabander en ik heb een carnavalscollectie die dat denk ik bewijst. Ik ben in Eindhoven gaan studeren, technische bedrijfskunde. En dat was voor mij een fantastische opleiding. Ik was ook altijd geïnteresseerd in de internationale dimensie van dingen. Ik vond het geweldig om met mijn ouders op reis te gaan en wilde dus ook in het buitenland studeren. Nou dacht ik, als ik in het buitenland ga studeren, dan ga ik voor een deel om interculturele competenties op te doen. En als ik dat nu wil, laat ik dan maar naar het compleet andere einde van het culturele spectrum gaan. Dus ik ben in Japan gaan studeren. Nou, hier zien we een plaatje uit Japan. Rechtsonder zien we Ikai Sensei, dus dat was mijn professor. Linksboven zien we Chujo Senpai. Dat is mijn senpai, dus dat was de oudere student. En die was in mijn lab verantwoordelijk voor mij. En dat was nodig, want verder sprak niemand Engels. Dus was fijn. Eco zien we ook hier in het plaatje. Dat was mijn hostzusje, dus die heeft mij geïntroduceerd in het Japanse familieleven. Dus aan het begin was dat nogal een culture shock voor mij. Maar ik heb hier echt aan de lijve ondervonden hoe waardevol het is om zo'n studie in het buitenland te doen. Zowel voor mijzelf en mijn persoonlijke ontwikkeling, als voor de mensen om mij heen. En ook voor intercultureel begrip. Want hoe meer ik leerde over Japan, hoe meer ik leerde eigenlijk over mijzelf en mijn eigen cultuur. Japanners die... In het Japans is buitenlander letterlijk buitenaards wezen. Het is natuurlijk een eilandcultuur, heel gesloten. Voordat ik naar Japan ging, kende ik zelf natuurlijk de plaatje van de apen en de kamikaze-piloten. Maar ik denk het allerbelangrijkste wat ik daar geleerd heb, maar ook mijn Japanse vrienden daar, dat we allemaal mensen zijn. Alleen op een ander punt in de aarde geboren en met een wat andere stijl. Nou, toen ik terugkwam uit Japan, zat ik dus vol met mooie verhalen. En veel van mijn vrienden die zeiden, shit, had ik nou ook maar geweten over deze mogelijkheden. Dat had mij ook 1,5 jaar gekost om een paar studieopties te vinden in Japan en mijn studie daarvoor te bereiden. Op hetzelfde moment werd het bachelor-master systeem ingevoerd in eigenlijk heel continentaal Europa. Nou, dat betekende waar je vroeger gewoon 5 jaar naar de TU ging om ingenieur te worden. Ga je nu 3 jaar of 4 jaar haal je je bachelor. Dan is er een nieuw keuzemoment of en waar je een master kan gaan studeren. En in principe voor internationale studie is er heel veel goed nieuws. Want de mogelijkheden om internationaal te studeren die groeien echt explosief. Er is echter geen manier voor mij en mijn medestudenten op dat moment om al die nieuwe masteropleidingen die er waren te vinden en vergelijken. Studenten waren eigenlijk, zeker als het ging om internationale studiekeuze, een soort van geblinddoekt. En internationale studiekeuze was eigenlijk een soort van ezeltje prikje om toevallig naar een universiteit te gaan die toevallig een van de docenten dan kende of die waar je een brochure van gevonden had. En verkeerde studiekeuze, dat is nogal een belangrijk probleem. Wellicht is studiekeuze wel na het vinden van een levenspartner een van de belangrijkste keuzes in ons leven. Studiekeuze ging op dat moment nog heel inefficiënt. Op allerlei plaatsen inschrijven, altijd weer andere inschrijfformulieren, altijd weer andere benodigdheden. Slechte studiekeuze levert ook drop-outs. Dus niet voldaan verwachtingen, zowel vanuit de universiteit als van de studentenkant.
Maar waar wij nog het meeste van baalden, is dat het gewoon heel veel gemiste kansen oplevert. Mensen die helemaal geen idee hadden dat ze in Europa konden studeren, of helemaal geen idee hadden dat ze ook in Japan konden studeren. Anderhalf jaar nadat we dit initiatief gestart zijn, werd het pas duidelijk hoe belangrijk dit is. Toen we een student hadden die was toegelaten bij een masteropleiding Electrical Engineering in Dalarna in Zweden. Dat is iets ten noorden van Stockholm. En toen hij toegelaten was, vroeg hij zijn toelatingsdocumenten opgestuurd te laten worden naar een gospel church. Dus wij dachten van, dat is een beetje vreemd. Bleek dat deze jongen in een dorp woonde in Kameroen en de gospel church de enige plek was met een postadres. Nou, en toen dachten wij, als wij eraan kunnen bijdragen dat zo iemand in Noord-Zweden een master kan gaan doen, hè, als je dan denkt dat een Nederlander naar Japan sturen disruptief is, nou, dit veranderde het hele perspectief voor deze jongen en zijn hele familie. En toen we dat realiseerden, hebben wij gezegd, dit probleem gaan wij oplossen. Dus het oplossen van het internationale studiekeuzeprobleem, dat is wat wij bij StudyPorters ons levenswerk gemaakt hebben. Wij zijn een kantoortje gestart hier in Tilburg, want ik woonde op kamers in Tilburg en er was nog een extra kamertje vrij. En ons eerste bedrijfsuniform was een badjas. En we zijn toen begonnen met het maken van één platform waar studenten al hun masteropleidingen kunnen vinden en vergelijken. Dat ziet er ongeveer zo uit. Het zijn 360 masteropleidingen in computer science die iets met artificial intelligence te maken hebben op dit moment. Al ons doel is studiekeuze wereldwijd transparant te maken, zodat studenten informatieve beslissingen kunnen nemen. De eerste stap eigenlijk was een soort van de geblinddoekte situatie naar in ieder geval een kaart, dat het voor studenten duidelijk is wat al hun mogelijkheden zijn en die ook makkelijk kunnen vinden. Maar onze visie is eigenlijk meer een soort van Google Maps. En dan komen we ook richting de kunstmatige intelligentie. Google Maps, waar studenten ons vertellen wat hun doel is. Ofwel carrière doel, eerst een studiedoel, maar of een carrière doel en misschien wel hun purpose. En wij de diverse studiepaden laten zien. En dan gebruik maken van een keur aan data. En dan niet alleen data die we hebben van de universiteit, van overheden, van rankingorganisaties, maar vooral ook de data van onze gebruikers die voorheen over deze studiepaden heen gelopen zijn. En die gebruiken we om de kans van succes uit te rekenen voor die nieuwe student die voor die studiekeuze staat. Nou, en dit is precies ook wat universiteiten willen. Universiteiten willen namelijk ook optimaliseren naar studiesucces en steeds meer ook carrière succes van hun studenten. Nou, het begrijpen en het meten van die match van de kenmerken van de student, zijn interesses en karakter en de kenmerken van de opleidingen en daar de correlaties van meten, dat is eigenlijk de essentie van wat wij doen. Ik wil even voorstellen aan een van mijn collega's, dat is Betty. En Betty die ziet er wellicht uit alsof we daar een subsidie voor gekregen hebben, dat ze al de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd is. Maar Betty is dus een bot. En Betty heeft ongeveer 5 minuten nodig om de belangrijkste informatie van een student te verzamelen die wij nodig hebben om een goede studiekeuze te doen. En Betty is echt wel een topmedewerker. Dat is natuurlijk nooit ziek. Ik denk dat ze inmiddels wel 5000 studenten per dag spreekt. En Betty heeft een 91% completieratio nu. Dus een conversion rate van 91% betekent studenten die het proces met Betty starten. 91% die voltooit ook het hele proces. En hier zit natuurlijk een algoritme achter. Het is een algoritme die in dit geval met 79% nauwkeurigheid kan voorspellen of een student ergens toegelaten wordt. Zo hebben wij ook algoritmes die voorspellen hoeveel studiepunten en wat de kans is dat een student gaat afstuderen. En de kans dat een student een baan in het veld krijgt en een baan in het land van de studie of een baan terug in zijn herkomstland. Dit algoritme van 79% nauwkeurigheid
heeft 5,5 seconden training nodig. En dat is denk ik ook de kracht van de AI. Want wij hebben de eerste 5 jaar hebben dit zelf rule-based proberen te doen. En wij hebben zelf nooit deze nauwkeurigheid kunnen halen. En wat ook gaaf is dat we zien dat de software verbanden legt die we zelf niet gezien hadden. Nou, dat is ook niet onbelangrijk. Studenten vinden Betty heel fijn. We hebben überhaupt een hele hoge studententevredenheid op het platform. Maar dit is een NPS-score van 61. Ik weet niet of jullie wat zegt, maar dat is hoger dan Apple. Zelfs hoger dan Harley Davidson. Wat zo'n beetje de hoogste klanttevredenheid bedrijf van de wereld is, begreep ik. Artificial intelligence. Artificial intelligence in de korte tot middellange termijn of op de dag van vandaag. Dus eigenlijk is het niet de vraag of, maar meer wanneer artificial intelligence een probleem kan oplossen. Wie heeft er hier thuis een spraakassistent? Dus een Google Home of een Alexa? Weinig mensen. Wie gebruikt er wel eens automatische navigatie? En wie leest er wel eens het weerbericht? Nou, dit zijn allemaal voorbeelden van artificial narrow intelligence. Dus op een bepaald vlak is een computer of een machine al beter dan de mens. En daar, nou, Sylvester heeft het eigenlijk heel goed uitgelegd, er zijn nog oneindig veel kansen in de toekomst om dat in te vullen. En dat zal een enorm effect hebben op de arbeidsmarkt, de economie en hopelijk ook op welvaart. En dan hopelijk ook niet alleen op de welvaart van een klein aantal mensen, maar op de welvaart van een groot aantal mensen. Ik ben wat optimistischer over hoe dat de werkgelegenheid gaat beïnvloeden. Toen we de agriculturele revolutie hadden, toen dachten alle jagers van nou, als die boeren komen, dan heeft iedereen één te eten en hebben wij geen werk meer. Nou, dat viel toch mee. Ook na de industriële en de digitale revolutie is in ieder geval de omgeving Eindhoven volgens mij 4% werkloosheid. We gaan zien hoe dat uitpakt. Ik denk in ieder geval dat het gaat bijdragen in de vraag naar hoger onderwijs. Daar zijn de meningen overigens over verdeeld. En dat heeft te maken met wat Sylvester al vertelde. Ja, finance, juridische en medische bedrijfstakken zijn ook heel erg prone for being disrupted. Ik denk dat naarmate mensen minder tijd bezig zijn met operationele activiteiten en meer tijd komt voor creativiteit en ondernemerschap en dat er wel weer nieuwe bedrijfsactiviteiten bedacht worden. En ik denk ook dat door de vergrijzing en dus ook langere carrières van mensen, dat er tussentijds nog, waar je nu nog toch nog vooral je studeert als je tussen de 18 en de 25 bent, dat er ook steeds meer leven lang leren en steeds meer bijscholing nodig zal zijn. Artificial intelligence binnen het hoger onderwijs, nou dan denk ik dus dat daar goed nieuws is. Dat blijkt ook uit voorspellingen. Hier zien we het aantal jonge afgestudeerde voorspelling. Komt erop neer dat dat nog ongeveer zal verdubbelen tot 2030. Wat hier wel bij frappant is, dat Amerika nog maar 8% van de jonge afgestudeerden zal bevatten en Europa nog maar 4% van de jonge afgestudeerden. En dat is ook een beetje het dilemma van hoger onderwijs wel. Eigenlijk als je ziet waar de vraag in de toekomst is dat in Afrika en Azië en een beetje in Zuid-Amerika. En de goede universiteiten zijn natuurlijk vooral in het Westen nog. Dus dat zal veel effect hebben op internationale studentenmobiliteit, op online leren en het opbouwen van goede universiteiten in de ontwikkelende economieën. Hier zien wij artificial intelligence als discipline. Nou, dat is ook goed nieuws. Dit is een plaatje van ongeveer 3 jaar op studieportals. We zijn de groei van het aantal opleidingen specifiek op artificial intelligence is 70%. De interesse, dus de vraag van studenten die artificial intelligence willen studeren, is 275%. En dus dat betekent supply-demand ratio is 125% gegroeid over deze laatste 3 jaar. Er zijn ook mensen die voorspellen dat binnen engineering in ongeveer 10 jaar de helft van de studenten computer science zal studeren. Dus het is zeker een attractief
veld om studieprogramma's in te starten. Wij werken samen met veel universiteiten, inmiddels bijna of ruim 3000 in 114 landen. Eén daarvan is Georgia Tech. Georgia Tech had of heeft een van de top 5 masteropleidingen in computer science in Amerika. Nou, dat is een mooie discipline, is heel veel vraag naar. Heel veel krapte op de arbeidsmarkt. En zij leiden 100 studenten op. Ze kregen heel veel aanmeldingen. Daar selecteerden ze er 100 uit. En de kosten waren ongeveer $70.000. En ze hebben nogal een disruptieve dean. En die heeft besloten vanaf 2013 het programma volledig online aan te gaan bieden. En dan niet. En dan maar voor $7.000. En dan in plaats van 100 studenten 10.000 studenten toe te gaan laten. Dus 100 keer zoveel studenten toelaten. Tegen een tiende van de prijs. Nou, ik kan begrijpen wat dat betekent als je universiteit nummer 6 of nummer 7 of nummer 8 bent in Amerika in computer science. Want voorheen kreeg je de studenten die afgewezen werden door Georgia Tech. En nu neemt Georgia Tech 100 keer zoveel studenten aan. Dus dit is een vrij disruptieve verandering. Als je ineens 100 keer zoveel studenten wilt bedienen, dan zou je ook na moeten denken over het onderwijsmodel. Dat is natuurlijk veel meer. En wat Georgia Tech gedaan heeft, is een soort van piramidestructuur ontwikkeld. Vergelijkbaar met supportafdelingen in een groot bedrijf. Een soort van eerste lijn support voor simpele vragen en simpele begeleiding met mentoren. Die helemaal richten op het begeleiden van de student. Dan een tweede lijn support voor ingewikkeldere vragen. Een derde lijn. En echt alleen als de research assistants of de assistant professors het niet meer weten, of er iets aan het curriculum veranderd moet worden, dan komt de hoogleraar aan bod. Vorig semester hadden ze 15 teacher assistants, dat is de eerste lijn support. Daar hebben ze besloten om daar de 2 van kunstmatig te maken. 1 was verantwoordelijk voor wat complexere taken, zoals het samenvatten van colleges en discussiegroepen. De andere deed eenvoudige Q&A, wat eigenlijk, dus vraag en antwoord. Wat eigenlijk de belangrijkste activiteit is van de teacher assistants. Haar naam was Jill, achternaam Watson, maar dat hadden ze natuurlijk even niet gedeeld. Aan het einde van het semester werden studenten gevraagd of ze iets gemerkt hadden en of ze konden aanwijzen of er misschien een kunstmatige assistent actief was geweest. De teacher assistant met de wat complexere taken werd door 50% van de studenten aangewezen als wellicht kunstmatig. Jill werd maar door 16% van de studenten aangewezen als wellicht een kunstmatige assistent. En er waren 2 menselijke assistenten die eigenlijk een even hoge score kregen van de studenten. Jill was ook al in maand 4 of maand 5 door een van de studenten meegevraagd op date. Wat is de langere termijn toekomst voor artificial in het hoger onderwijs? Een klein filmpje. Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. Nou, even een geruststellende opmerking. Dit gaat nog heel lang duren voordat dit mogelijk is. Zelfs de vraag of dit ooit mogelijk gaat zijn. Hè? Dus het uploaden van informatie waarschijnlijk wel, maar echt skills ook in ons brein, dat is voorlopig niet nodig mogelijk. En als u de film heeft gezien, dus The Matrix, dan crashen ze ook de helikopter hierna. Dus het geruststellend voor de onderwijssector. Maar waar gaat het op lange termijn naartoe? En de lange termijn is dan eigenlijk waar we gaan van artificial narrow intelligence, waar ik het eerder over had, meer naar artificial generic intelligence of artificial super intelligence. Dat betekent dat een kunstmatige vorm eigenlijk net zo slim is in de breedte als de mens en vrij snel daarna ook nog weer een heel stuk slimmer. Dat lijken wij te onderschatten. En dat komt eigenlijk doordat de voortgang van artificial intelligence wordt enerzijds gedreven door de beschikbaarheid van data, goed gestructureerde data. Want daar kan je namelijk van leren. En aan de andere kant processorkracht.
En allebei die ontwikkelingen die gaan exponentieel. En het is voor een mens moeilijk om in te schatten wat de effecten zijn van exponentiële groei. Wie is er hier onder de 44? Even kijken hoor. Onder de 44. Nou, dan denk ik dat we ongeveer op basis van de huidige levensverwachting dat ongeveer nog een procent of 20 van u gaat de intelligence explosion meemaken. Dus de schattingen liggen een beetje tussen 2040 en 2080 daarvoor. En dan gaat het ook ineens heel erg hard. Dus op het moment dat een kunstmatige vorm net zo slim is als een mier of als een bij, dan is het eigenlijk vrij snel net zo slim als een mens. En als het zo slim is als een mens, dan denken wij, nou dan heb je altijd nog het niveau van Einstein. Nou, dat is een kwestie van minuten voordat we dan op het niveau van Einstein zijn. En binnen een paar dagen daarna is die kunstmatige levensvorm zoveel slimmer dan de mens, dan dat wij bijvoorbeeld slimmer zijn dan die bij. En dat betekent een beetje, nou als een bij, hè, als je bijvoorbeeld nadenkt over een voedselprobleem, nou een bij die kijkt van, zijn er een beetje voldoende bloemen? Als er niet voldoende bloemen zijn, hebben we een voedselprobleem. En de enige oplossing die een bij kan bedenken is of verder wegvliegen, nog meer bloemen gaan zoeken, of gaan slapen. Nou, wij als mensen denken natuurlijk een heel ander niveau over voedselproblemen en zien veel meer oplossingsmogelijkheden. Nou, dat verschil dat is er dus ook bij artificial superintelligence versus hoe de mensen nu denken. Dus bijvoorbeeld als je denkt over een probleem als global warming, dat zal gewoon op een heel ander niveau door een kunstmatig wezen over nagedacht worden, omdat het veel slimmer is. Waar komt dat op lange termijn nou op uit? Nou, dit is eigenlijk gewoon evolutietheorie. Dus dit is Darwin. 99% van de levende wezens die zijn al uitgestorven. Dus een tijd dat je top of your game bent, en op een gegeven moment komt er een nieuw wezen wat beter is. Vele mensen denken, en nou, Stephen Hawking is één, maar ook Bill Gates en Elon Musk, die denken dat het voor de mens zal gaan betekenen dat we uitgestorven zullen zijn en dat er een siliconen levensvorm komt die de nieuwe baas wordt op de wereld. Er zijn ook wat optimisten en daar kies ik voor om mij bij te scharen. Niet per se omdat ik een hele goede kansberekening gedaan heb voor wat het meest waarschijnlijk is, maar ik vind het wel een fijne manier om te leven. Onder andere Ray Kurzweil, dat is de oprichter van Singularity University, die ook een eerste internationale campus op Schrijf-S hebben. En die denken dat de mens in staat zal zijn om artificial intelligence wel te controleren en dat tot onsterfelijkheid zal leiden. Waarbij we dus met afgrijzen terugkijken op het biologische weefsel dat we vroeger hadden en al de beperkingen die daarbij hoorden en dingen als aging. Nou, dat wordt dan een ding van het verleden. Nou, als kunstmatige intelligentie nu het meest belangrijke gespreksonderwerp is, dan is juist het beperken en het controleren daarvan wellicht de grootste mogelijkheid ooit. En ik hoop dat u naast alle directe kansen en ondernemerskansen en economie en technologie impact op de middellange termijn ook hierover tijdens uw tafelsessies zult nadenken en discussiëren.